Hi allemaal, super leuk dat jullie even kijken naar deze super snelle ingelaste video. Ik moet namelijk eventjes gauw iets kwijt en ik krijg namelijk ontzettend veel reacties op mijn Instagram account over mijn post over het kopen van volgers. En ik denk dat ik daar heel snel eventjes iets over kwijt kan in plaats van alle berichtjes die ik heb binnengekregen te beantwoorden. De allereerste vraag die ik heel veel heb gekregen is: kun je echt volgers kopen? Nou ja jongens. Anno 2018, je kan volgers kopen, zelfs 5000 stuks voor 28 euro. Nou, dan wil ik direct zeggen van jongens, je kan het doen. Ga naar Google, typ het in, koop volgers. Ik vind het helemaal goed, maar ik vind het gewoon zo kinderachtig en zo ontzettend jammer dat zoveel mensen dat doen. Want het zijn namelijk geen volgers die direct op je reageren, die je foto's liken. Dus je valt gewoon echt door de mand. Dan kreeg ik ook nog de vraag van, goh, ja, als je een paar volgers hebt gekocht alleen om je bedrijf groter te laten groeien, is dat dan niet erg? Ja, dat is net zo erg. Want ik vind persoonlijk dat volgers naar jou toe moeten komen. En dat volgers jou moeten volgen omdat jij leuke content plaatst, omdat jij leuke vlogs maakt, omdat jij leuke blogs schrijft. En niet omdat je ze hebt gekocht. Want dat vind ik echt heel jammer. Maar goed, weet je, iedereen moet dat ook gewoon lekker zelf weten. Waar mijn shout-out voornamelijk naartoe gaat, is naar de bedrijven die willen samenwerken met mensen die allemaal nepvolgers hebben. En die daar niet doorheen prikken. En dat vind ik echt heel erg lelijk. Dus dat is eigenlijk mijn grootste irritatie, ligt hem voornamelijk daarop. En niet omdat ik jaloers ben. Want Saar en Co. is voor mij een hobby. Maar wel omdat ik zie dat andere mombloggers en vloggers daar ontzettend veel tijd en energie in steken. En daar ontzettend hard voor werken om bij een aantal volgers te komen. Zodat ze in beeld komen bij grotere bedrijven. En als bedrijven dan mensen gaan benaderen met zoveel duizend volgers die niet eens echt zijn. Vind ik dat gewoon jammer. En ik denk dat ik dat gewoon het allerirritantste vind aan mensen die volgers kopen. Nogmaals, is het iedereen zijn eigen keus. Moet je doen wat je, wat je zelf denkt dat goed is. Als jij denkt dat je volgers moet kopen om je bedrijf te laten groeien, doe het. Alleen ik denk uiteindelijk dat de echte volgers, die je eigenlijk het hardst nodig hebt. Want die geven jou wel de likes, die geven jou wel de reacties die je nodig hebt. Dat die daardoor wel zullen weggaan. Dat was hem eigenlijk. Ik wens jullie allemaal nog wel een hele fijne dag. Hebben jullie nog vragen rondom het mijn gezeur over volgers? Laat het dan gewoon eventjes weten. Ik vind het helemaal niet erg. Alleen dit was wel even de snelste manier om te reageren. Dankjewel allemaal voor het kijken. En tot gauw. Ik hoop dat ik gauw weer kom met nieuwe vlogs. Daar ben ik in ieder geval wel weer druk mee bezig. En de website, daar zit ik wat aan te sleutelen. Dus ik zie jullie gauw.